De oceaan is een mysterieuze massa. De donkere uitgestrektheid is de perfecte plaats voor dingen om zich te verbergen. Omdat de oceaan zo groot is, is het begrijpelijk dat wetenschappers nog steeds vele schokkende ontdekkingen doen. Van oude computers en slangachtige haaien tot het verloren schip van Shackleton. Vandaag gaan we 10 ontdekkingen verkennen die wetenschappers schokten. Laten we er meteen induiken. Yeah! 10. Cenote Angelita. De Cenote Angelita is de duik van je leven. Deze waanzinnige ontdekking is er één die gezien moet worden. De naam betekent de kleine engel in het Spaans en het staat bekend als buitengewoon mooi. Deze splonkachtige waterpoel ligt in een jungle in Mexico op slechts 17 kilometer afstand van Tulum. Deze bijzondere cenote is beroemd om zijn dikke laag waterstofsulfide die als een mist tussen het zoete en het zoute water zit. Dit geeft een griezelig gevoel als je onder het oppervlak duikt. De schitterende blauwe kleur is nauwelijks te beschrijven als je de diepte van de cenote bereikt, die wel 60 meter diep kan zijn. Duikers die de diepte hebben verkend, beschrijven het als een mystiek bos in de herfst. Alleen ligt het onder water. Deze duik is zo bijzonder dat men een gevorderd duikersdiploma moet hebben om de duik te mogen maken. Het is echt een mysterieuze grot. 9. Een oude computer. Het Antikythera-mechanisme is een ontdekking uit de resten van een Grieks schip dat in 1901 werd gevonden. Wat is het, vraag je misschien af? Nou, het wordt beschouwd als de originele analoge computer. De eerste die ooit heeft bestaan. Hoe waanzinnig! Deze ontdekking blijft wetenschappers uit de hele wereld verbijsteren. Deze meer dan 2000 jaar oude computer is één met de hand aangedreven orrerie, die dient als mechanisch model van het zonnestelsel. Men denkt dat de Grieken hem gebruikten om verduisteringen en astronomische posities bij te houden. Toen het aanvankelijk werd ontdekt, dachten wetenschappers er niets van. Het was gewoon een klomp gecorrodeerd metaal dat ongeveer zo groot was als een woordenboek. Pas toen het nauwkeurig werd geïnspecteerd met een röntgenstraal, ontdekten ze dat het een mechanisch apparaat was. We wisten dat de Grieken geavanceerd waren, maar nu weten we pas echt hoe geavanceerd ze waren. Ongelooflijk, nietwaar? 8. Yonaguni-monument. Het Yonaguni-monument is een onderwatervondst die wetenschappers tot op de dag van vandaag verbijstert. En is ook een controversiële waar tot op de dag van vandaag over getwist wordt. Het monument zelf werd midden jaren 80 ontdekt door een duiker die op onderzoek was naar hamerhaaien. Maar toen hij buiten het aangewezen veiligheidsgebied afdreef, vond hij een aantrekkelijk monument op ongeveer 35 meter diepte. Over het ontstaan ervan wordt nog steeds getwijfeld. Sommigen geloven dat het louter is ontstaan door het verschuiven van het gesteente. Terwijl anderen geloven dat het een met de hand uitgehouwen rots is door een vroegere beschaving. Sommigen zeggen zelfs dat het monument een soort Japans Atlantis is dat onder het oppervlak van de oceaan is gezonken, wachtend om ontdekt te worden. Deze merkwaardige ontdekking werd gevonden vlak voor de kust van Yonaguni en wordt door de geduikgemeenschap beschouwd als een bezienswaardigheid die niet mag ontbreken bij een bezoek aan het eiland. 7. Jemchug Canyon. De grootste en diepste onderzeese kloof die ooit is ontdekt, staat bekend als de Jemchug Canyon. Deze fantastische ontdekking werd gedaan in de Beringzee die tussen Rusland en Alaska ligt. Om te proberen uit te drukken hoe diep deze canyon is, kunnen we hem vergelijken met de Grand Canyon in de Verenigde Staten. De Jemchug Canyon is 2,6 kilometer diep en dat is zo'n 20% dieper dan de Grand Canyon. Deze kloof is gevuld met zuurstofrijk water dat het mogelijk maakt dat diepzeedieren goed kunnen overleven. Avonturiers en onderzoekers die in onderzeeërs de duik in de canyon hebben genomen, maken melding van interessant leven diep onder het oppervlak. Wat verwacht werd donker en troosteloos te zijn, was kleurrijk en gevuld met wezens en koralen die in harmonie in de duisternis leefden. Men gelooft dat in deze canyon ooit prachtige watervallen waren tijdens de ijstijd. 6. Franjehaai. We hebben allemaal het beeld van een haai in ons hoofd. Misschien een beeld van Jaws, maar dan iets kleiner. Dus wat dacht je van een haai die zijn prooi in zijn geheel inslikt als een slang en tanden heeft die naar achteren staan? Ja, je hebt ons goed gehoord. Onze volgende ontdekking is de franjehaai. Deze bijzondere haai wordt beschouwd als een levend fossiel en als je hem bekijkt kun je begrijpen waarom. Het is zeker aannemelijk dat dit wezen tegelijk met de dinosauriërs bestond. Als hij zwemt, beweegt hij in een paling- of slangachtige beweging en dankt zijn naam aan de mooie franje die als kieuwen fungeert. Deze haai wordt niet vaak gezien omdat hij zich in de diepte van de oceaan schuilhoudt, zodat er helemaal niet veel over bekend is. Deze enge waterslang kan tot 2 meter lang worden
en is zeker niet iets wat je terloops wilt tegenkomen tijdens het zwemmen op het strand. 5. Tonis, Herakleion. Tonis Herakleion stond ooit bekend als een belangrijke handelshaven in de Middellandse Zee. Tegenwoordig staat het bekend als een verzonken stad die ons inzicht geeft in hoe het oude Griekenland en Egypte eruit zagen. Op een diepte van 10 meter onder het oppervlak van de oceaan zijn voorwerpen gevonden van de stad Tonis Herakleion. Dit was de stad die bestond voor Alexandrië. Ze zonk meer dan 2000 jaar geleden en is tegenwoordig tijdens het duiken te verkennen. Men kan oude monumenten, beelden, inscripties, tempels en keramiek zien die slechts bevroren waren in de tijd toen ze naar de zeebodem zonken. De meeste onbetaalbare vondsten zijn sindsdien overgebracht naar het grote Egyptische museum in Cairo. Een ontdekking als deze is er één van je leven. Het ontdekken van een hele stad die ooit boven de grond bestond om vervolgens te zinken. 4. Spookvloot van de Lagune van Truk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Lagune van Truk de thuishaven van de Japanse keizerlijke vloot die door operatie Hailstone werd gedecimeerd. Deze operatie is de Pearl Harbor van Japan. 250 vliegtuigen en 50 schepen werden door de aanval tot zinken gebracht, waarbij 400 soldaten omkwamen. Tegenwoordig staat het bekend als een van de beste wrakduikplaatsen van de Tweede Wereldoorlog. De resten werden met rust gelaten, vergeten tot de jaren 1960. Pas in 1969, toen er een film werd gemaakt waarin het wrak werd verkend, nam de Japanse regering de tijd om de site te verkennen en alle lichamen die waren achtergelaten te verwijderen. Vandaar de naam Spookvloot. Tegenwoordig is deze plek een zeer toegankelijke duik, omdat hij zichtbaar is door het heldere water waarin hij zich bevindt. Maar duikers worden gewaarschuwd voor de gevaren, vanwege de scherpe randen, kabels en olie die in het water is gelekt. Over een griezelige ontdekking gesproken. 3. Apollo F1 motoren. In 2013 deed de CEO van Amazon, Jeff Bezos, de briljante ontdekking van de Apollo F1 motoren die op de bodem van de oceaan lagen. Deze motoren hielpen om de astronauten uit onze atmosfeer te krijgen tijdens de race naar de maan. Nadat ze hun doel hadden gediend, werden deze motoren maar liefst 4 decennia later ontdekt. De motoren werden gevonden na een geheime, door particulieren gefinancierde zoektocht in de Atlantische Oceaan. Deze waanzinnige vondst vond plaats op 4300 meter onder de zeespiegel. Je kan je voorstellen dat de impact van de val in de oceaan de motoren uit elkaar rukte alsof het blikjes waren. Dus, toen de onderdelen werden overgedragen aan de Cosmosphere Spacework Conservation Faciliteit, kozen ze ervoor de motoren niet in hun oorspronkelijke staat te herstellen, maar ze te bewaren zoals ze waren, als een ware weergave van de geschiedenis. Vandaag zijn deze motoren in het museum voor iedereen te zien dankzij deze wonderlijke ontdekking. 2. De slagtand van een mammoet. In 2019 werd een fantastische ontdekking gedaan die wetenschappers met stomheid geslagen heeft. Wetenschappers vonden een versteende mammoetslagtand op maar liefst 3000 meter onder de zeespiegel. Alleen al de diepte van deze ontdekking verklaart het fantastische proces van fossilisatie dat plaatsvond. Dankzij de vriestemperaturen van het water, gecombineerd met de hoge druk op die diepte, bleef het oeroude fossiel in schitterende staat. Momenteel wordt dit fossiel geschat op meer dan 100.000 jaar oud, waardoor het een van de oudste mammoetslagtanden is die in Noord-Amerika zijn gevonden. De slagtand zelf is meer dan 0,9 meter lang en is vermoedelijk van een Amerikaanse mammoet. 1. Het verloren schip Endurance van Shackleton. Het lang verloren gegaane schip van ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton, de Endurance, is diep nabij Antarctica ontdekt. Dit schip ging ten onder in 1915 en het duurde meer dan 2 weken voor het onderzoeksteam het vond. Het werd gevonden met hulp van onderzeese drones, die in juli van 2022 binnen een straal van 240 kilometer zochten. Het schip is 44 meter lang met 3 masten en neemt een zeer belangrijke plaats in de poolgeschiedenis in. Het lag zo'n 3000 meter diep in enkele van de ijzigste wateren ter wereld. Het scheepswrak was een van de beroemdste zelfs voordat het werd gevonden. Het is de overleving van Sir Shackleton en zijn mannen te voet en met een kleine boot die dit verhaal zo beroemd maakt. Het schip verkeert naar verluid in onberispelijke staat en staat rechtop op de zeebodem. Wat een verbazingwekkende ontdekking. Bedankt voor het meegenieten van weer een epische top 10 video. We hopen dat je genoten hebt van deze verbazingwekkende ontdekkingen. Laat ons weten wat je ervan vond in de comments. Tot de volgende keer!